een nieuw filmpje. Ik neem vandaag echt een aantal filmpjes op. Dus ik heb nog steeds dezelfde kleren aan. Ik doe vandaag vooral de stash filmpjes. Zodat ik even weer vooruit kan. Omdat ik het de komende weken heel druk ga krijgen met stage. En ik ben een beetje inspiratieloos op het moment. Dat komt straks wel weer als ik het weer wat rustiger krijg. Dan krijg ik weer inspiratie. Maar dat zijn gewoon de ideale momenten om stash filmpjes op te nemen. Want die doen het eigenlijk altijd wel. Ik heb vandaag een stash van Maybelline voor je. En het valt me eigenlijk tegen hoeveel ik heb. Ik had eigenlijk verwacht dat ik veel meer zou hebben. Maar het valt tegen. Vaak heb ik het andersom. Dan denk ik van, oh, ik heb daar niet zoveel van. En dan heb ik toch best wel wat. Maar dit valt me eigenlijk een beetje tegen. Maar goed, we gaan beginnen. Ik heb één foundation van Maybelline in een stickvorm. Deze kocht ik in de outlet in Roermond. De L'Oréal en Maybelline outlet. Dat is dezelfde eigenaar, of hoe noem je dat, bedrijf. En dit is een stick foundation. Die gebruik ik heel graag. Is echt mijn goede kleur. Voor in de, ja, een beetje het voorjaar en het najaar. Een beetje op momenten dat ik ertussenin zit, zeg maar. Ik heb nou bijvoorbeeld al even in de zon gezeten, dan is hij geweldig. Hij gaat wel snel op. Want ik denk dat ik hem een stuk of 10 keer gebruikt heb. En hij zit nou al best wel ver in de huls, zeg maar. Ik weet niet of je dat ziet, maar dat is nou eenmaal met deze sticks. Dit is kleur 115 Ivory. En meestal is dat ook wel ik heb meestal kleur 100. Dus op zich kan het ook wel dat hij van deze tijd van het jaar dan goed is. Dan heb ik een BB cream. Eigenlijk heb ik deze twee, maar ik heb deze ook nog in een lichter variant. Maar die ligt beneden. Ik was met mijn lui, kom te lui om naar beneden te lopen. Dit is medium en ik heb dus ook nog light. Deze is bijna op en deze vind ik heel erg fijn. Deze is 2% salicylzuur, heeft hij SPF 15 en 8 voordelen. Daar geloof ik allemaal niet zo in, maar hij is wel echt... Ja, mijn computer staat aan. Hij doet dat heel de tijd. Maar dat is gewoon een melding. Daar kan ik niks aan doen. Ik wil hem wel even aan laten staan. Want ik wil daar nog aan gaan werken. Deze vind ik dus echt heel erg prettig. Dan kocht ik in Amerika een concealer. En hier hoorde ik hele goede verhalen van. En weet je wat? Hij is ook echt geweldig goed. Dit is kleur Fair. En dit is zo'n soort gummetje, zeg maar. En ja, het heet ook Eraser. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Want hij is echt heel goed. Ook precies mijn kleur. Ja, iets lichter. Maar ja, dat hoort bij een concealer voor onder de ogen. En deze vind ik heel fijn. Ik moet eerst mijn andere concealers opmaken van mezelf. Voor ik deze mag gebruiken. Dan heb ik twee blusjes. Ik had er meer, maar die heb ik weggedaan. Ik heb van die Bounty blusjes. Kun je ook niet in Nederland kopen, helaas. Wel in Duitsland, geloof ik. Dit is een beetje een neutraal bruinig kleurtje. Maar ik vind die wel echt heel erg mooi. Die heb ik ook meer gebruikt dan die roze. Ik weet niet of je dat ziet. Je moet ze wel echt met je vingers aanbrengen. Deze is het. Ik heb er ook nog zwartjes van het vorige filmpje op zitten. Maar deze is echt heel erg mooi. Je moet ze wel met je vingers aanbrengen. Met een kwast werkt het gewoon niet. Want het is gewoon een crème foundation. Foundation blush. En een roze. Ik gebruik het dus minder vaak dan die bruine. Maar eigenlijk is die ook wel heel erg... Kijken waar ik nog plek heb. En je kan ze ook heel erg mooi blenden. Geweldig. Dan heb ik twee lipsticks. En ik dacht ook dat ik die meer had. Maar ik heb er ook best wel wat weggegeven. Dit zijn allebei zomerkleurtjes uit die 14 Hour Stay. Super Stay 14 Hour. En deze blijven echt geweldig zitten. Dit is kleur 125 Coral Beams. Waar er coral in is, weet ik niet. Want hij is hartstikke roze. Ja, op mijn hand lijkt er wel wat meer korrel. Op de camera komt hier nog meer korrel over. Maar deze blijven echt geweldig zitten. En ik heb kleur Stay With Me Coral 430. Dit zijn echt zomerkleurtjes. Die kunnen binnenkort weer. Maar dit vind ik meer een koraalkleur dan die andere. Dan heb ik één mascara van Maybelline. Kattelmeer. Heb ik laatst allemaal weggedaan. En dit is de Rocket Volume Express. Vind ik heel erg fijn. Ik vind hem wel een beetje overhyped. Want oh, hij is zo geweldig. Nee. Hij is prima, maar niet oh zo geweldig zoals heel veel bloggers claimen. Hij is prima, maar niet meer dan dat. Dan heb ik nog een Maybelline Baby Lips. Deze is ongeveer voor de helft op. Iets minder, denk ik. En deze is heel graag gebruikte gast. Gebruik ik iedere ochtend onder mijn lipstick. Ruikt heel erg lekker. Een beetje naar die oranje geur van de Rituals doet hij me denken. Ik heb vast nog meer babylips, maar die zitten allemaal in een tas. En die kan ik allemaal niet 1, 2, 3 vinden. Dan oogschaduws. En dan zijn we er alweer doorheen. Ik zei al, het is een kleine stash. Ik heb dit paletje, de Blush Nude, in Amerika gekocht. Niet iedereen is er tevreden over, maar ik vind hem echt heel erg mooi. Ik hou er echt heel erg van.
En je kan hem ook op diverse manieren gebruiken. Je kan ze zo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gebruiken. Je kan ze per 4 gebruiken. Hier per 4, per 4. En ook per 2. En dat vind ik heel leuk bedacht van Maybelline. Staat er ook op hoe je het kan gebruiken. Ik ben vaak eigenwijs. Ik kies mijn eigen weg. Maar het is wel leuk dat het erop staat. En deze vind ik heel erg fijn. Ik heb ook mijn negatievere geluiden gehoord van beautybloggers. Maar ik vind hem dus wel fijn. Dan heb ik nog deze ooit lang geleden bij de Big Bazaar gekocht. Maybelline Eye Studio Duo. Dit is zo'n ja, maanachtig thema heeft het, geloof ik. Een beetje heelalachtig. En ja, deze vind ik ook echt heel erg mooi. Een beetje zeegroen en blauw. En ik gebruik hem nog af en toe wel eens een keer. Ik heb deze trouwens vandaag ook gebruikt. Deze zit een beetje in mijn outer corner V. Dit kleurtje. Ik weet niet of je dat ziet. Dan heb ik nog tot slot, ja dit is al het slot, een shitload aan color tattoos. Ik heb er 9 in totaal, maar ik kon er 8 van vinden. Ik heb een wit zilveren. Deze was al zo aan de zijkanten toen ik hem kocht, dus dat is een beetje een slechte zaak. Maar op zich doet hij het nog wel prima. Ik ga ze niet allemaal zwart showen, maar even te laten zien dat hij het nog deed. Een wit zilveren, een bruinachtige, hoe heet jij trouwens even die wit zilveren? Too Cool heet die 5, nummer 5 is dit. We hebben hier een matte bruine, heel fijn als basis. Hoe heet jij? Permanent Taupe 040. Deze kocht ik ook in de outlet in Roermond. 65 Pink Gold. Wat een golden is, weet ik niet, want hij is hartstikke pink. Maar wel heel erg mooi. Een gouden. Oh nee, een bronzen, sorry. All in on Bronze. Nog minder vaak gebruikt, heb ik nog niet zo lang. Wel een gouden. Bold Gold. Ook minder lang nog en ook minder vaak gebruikt daarom. Deze vind ik echt heel erg fijn, die color tattoos. Metallic Pomegranate. Ook nog minder vaak gebruikt. Heb ik allemaal in Amerika gekocht die ik nog niet zo lang heb en ook nog niet zo vaak gebruikt. Een zilveren Immortal Charcoal of zoiets. Kocht ik in de outlet ooit. En tot slot, Everlasting Navy. Deze gebruik ik, zoals je ziet, als eyeliner. Ik vind hem als kleurtje iets te donker. Daar ja, is hij niet zo makkelijk voor te gebruiken. Omdat hij wat te donker is. Maar op zich is hij wel heel erg mooi. Ik vind hem wel heel leuk. Dan was dit mijn korte stash video alweer. Ik hoop dat je het, ondanks dat het niet zoveel is, toch best wel leuk vond. Zou je alsjeblieft willen abonneren en een duimpje omhoog doen? Dankjewel. En heel graag tot de volgende keer.